Pierstraat helemaal, die loop ik met Rut Pederoom. Zij is uitgever van het Fries Dagblad en daarvoor was ze 8 jaar partijvoorzitter voor het CDA. En ook daarvoor nog predikant van onder andere, welke kerk was het hier? De Emmanuelkerk. Ja, de Emmanuelkerk. Aan het Overwinningsplein. Ja, Emmanuelkerk in Groningen en in Utrecht was je... Ja, dat was een predikant. Van de Nicolaikerk. Ja, je bent dolblij dat je nu bij mij door de Heerstraat loopt. Want dat vind jij bent ik heel leuk. Helemaal, nee, maar niet alleen daarom, maar ook omdat je gewoon terug bent in Groningen. Ja, ja. Hey. Je bent toch een echte stadje. Ja, want er zijn heel weinig mensen die dat weten. Maar jij hebt dus eigenlijk een provinciale achtergrond, hè? Ik ben opgegroeid in Veendam en ja, in Pekel. Ja, precies, ja. Jacob ook trouwens, die filmde, hè? Ja. Kom in Boompekel. Ja, dat... Dat ken ik wel. Ja. maar dat is dus heel bijzonder. Ik ben in mijn leven 3 keer naar Groningen verhuisd. Dus ja. dan hoor je hier wel, hè? Jij bent hier dus voor de mensen, verder ga ik daar niet op in, maar jij bent de laatste keer, dus deze, een jaar of 3 geleden ben jij terug verhuisd naar Groningen, omdat jouw man commissaris van de Koning werd. René Paas. Ja, René Paas. Ja, dat is jouw man, ja. En die ken ik natuurlijk nog hier als wethouder, hè, CDA-wethouder in de stad en van allerlei andere dingen. Maar jullie zijn dus nu weer terug in Groningen en de bedoeling is dat je hier voorlopig ook blijft. Ja, dat is de bedoeling. Ja. En jij werkt nu in Leeuwen, dus je zit vrij dichtbij. Ja, ik slaap weer elke nacht thuis. Oh. Dat is zo leuk. Ja. Het is toch wat leuks bij je eigen kerel, hè? Ja, toch? Ja. Ja. Anders dan op kamer, hè? Ja. Ja, dat was natuurlijk zo de afgelopen 3 jaar. Hè? Toen was ik echt op kamers. Ja. Ja. Hey, kom je thuis met je was? Hey, ik terug naar het CDA, die C. De C, ja. Hè? Ja. Is de C nog belangrijk? Voor het CDA? Ja, is het C nog belangrijk voor de kiezer? Is het C nog belangrijk voor jullie zelf? Ja, dat is zo. En waarom? Omdat dat staat voor waarden. Hè, voor dingen die je belangrijk vindt in het leven. En nou, hè, die uitgangspunten, hè, dat is gerechtigheid, dat is solidariteit. En het moeilijke woord rentmeesterschap. Hè, wat eigenlijk betekent dat je zuinig bent op de dingen die niet van jou zijn. Ja. En dat alles, dat je het gewoon met elkaar doet. Gespreide verantwoordelijkheid, hè? Nog zo'n mooie officiële term. Maar dat is echt wel belangrijk. Vanuit welke levensbeschouwing je ook komt, hè? Is het als je terugkijkt op die 8 jaar partijvoorzitter, is een zware tijd geweest. Want jij begon in een slechte tijd, hè? Het was een bijzondere tijd. Ja. Want ja, één woord gebruikte jij altijd. Wat jij belangrijk vond toen jij aantrad. En dat was... Dat moet jij weten. Dat ene woord. Het ene woord? Ja, verbinding. Verbinding! Ja. Ja, maar dat zitten we in mijn hele leven. Ja. Overal waar ik kom. Verbinding. Ja. Maar dat was er nog wel. Nee, maar is er in jouw periode, zijn er veel dingen veranderd in de goede zin des woords? Nou, toen ik partijvoorzitter werd, moet je je voorstellen, was 2011. Ja. En toen had het CDA net dat ingewikkelde congres gehad in die Rijnhal in Arnhem. Enige keer dat zo'n partijcongres live op de televisie werd uitgezonden. Met Henk Bleker, hè? Met Henk Bleker, ja. Jacob? Ja. Oh, Jan? We weten het nog, hè? Maar hè, voor het CDA was dat natuurlijk, er waren moeilijke beslissingen. Ja. En mensen die waren het met elkaar niet eens. Dus toen ik kwam, toen was mijn belangrijkste opdracht de boel weer te verbinden. En is dat gelukt, Rut? Nou, ik denk als je nu kijkt naar het CDA, dan hebben mensen het daar gewoon wel echt weer leuk. En het is moeilijk, hè, want we zitten weer in de regering. En dat betekent dat je altijd gewoon compromissen moet sluiten. Nou, hoort dat ook bij democratie, hè, dat je als je met een ander samenwerkt, lever je altijd wat in van jezelf en krijgt er ook weer wat voor terug. Als je het alleen voor het zeggen hebt, dat zie je in Engeland of in Amerika, dat heeft ook zo zijn nadelen. Maar het op het moment vinden mensen in het CDA het echt wel weer veel leuker. Hey, ik moet het zeggen. En ik denk dat jij er heel veel problemen mee hebt dat ik het zeg. En ik denk dat je nog veel meer problemen mee hebt om er antwoord op te geven. Maar ik zou zeggen... Zeg het eens, Piet. Als ik het CDA een goede raad mag geven, stoppen met Buma. Stoppen met Buma. Exit. Het is helemaal niet aan de orde. Er zijn toch geen verkiezingen of niks? Nee, maar Rut, soms is er iets gebeurd. Soms is het over. Dan moet je gewoon stoppen. En als je dat zelf niet doet, dan moet je... Het is altijd zo, als je iets ben ik te streng? Ben ik te streng? Is het op een gegeven moment goed om weer wat anders te doen. Maar weet je, dat is helemaal aan de nieuwe partijvoorzitter. Ik zit daar niet mee. Nee, jij zit daar niet meer mee, nee. Ik ben heel gewoon lid van een politieke partij. Ben jij blij dat je die keuze niet hoeft te maken? Nou, ik vind het wel heel lekker om weer
gewoon naar de dingen te kunnen kijken zonder dat je meteen de verantwoordelijkheid hebt voor alles. Je bent burger van een land, ja. Dus je maakt je soms zorgen over dingen, je bent betrokken bij dingen. En na 8 jaar in de hectiek van Den Haag is het ook gewoon fijn bijvoorbeeld om je vrienden weer te kunnen zien. Hè, om je kinderen weer. Ja, maar jij draait eromheen. Heb je er wel eens met Buma over gehad? Ik denk bij jezelf. Want ik krijg soms ook wel eens de indruk dat hij er zelf flauw van is. Nou, het is een hele verantwoordelijke man, hè? Als je aan Sybrand Buma vraagt of hij dingen leuk vindt, ja. Is dat eigenlijk, daar doet hij het niet voor. Hij ziet het als een verantwoordelijkheid. Ja. En dat vind ik ook, daar heb ik wel wat in. Maar zou jij het zeggen tegen mij? Zou je het zeggen tegen mij? Piet, je hebt gelijk. Piet. Ik loop hier met jou door de Herenstraat. Ja, nee. En dat betekent dat je me alles kan vragen ja, en precies. Dat ik overal het antwoord op geef. Hey, trouwens, jij noemde net mijn naam even, Piet. Ja. Hè? Ja. Maar als ik over Piet praat, dan denk ik toch aan een andere Piet. Piet Steenkamp. Piet Steenkamp. Kun je dan nog, je hebt het aan Jacobine Geel verteld, hè? Ja. In een interview, een mooi interview vond ik dat met Jacobine. Ja, vond ik mooi. Ik kijk wel vaak in interviews van haar en ik vond het ook mooi om dat interview met jou te zien. Ja. Dat heb ik live gezien. Want ik denk, ooit komt ze nog naast mij te lopen. Dan heb ik dat in ieder geval meegepikt. Maar toen zei jij iets heel moois over Piet. Een P-moment of zo. Ja, nou weet je wat het is? Je hebt altijd mensen die je inspireren. Ja. Hè? En of mensen die je op een bepaalde manier in het leven vindt staan. En denkt van, nou, hè, daar kan ik wat van leren. Dat motiveert me. En Piet Steenkamp was natuurlijk al een hele oude man. Ja. Hij was een paar jaar geleden overleden, was hij 90. Ja. En, ben je een heel oud, Rutsch? Als je 90 bent, dan vind ik wel dat je oud bent. Oké, nee, is goed dat ik het deed. Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld Piet de Jong, de andere Piet. Oh, hij is 100 geworden, die? 102. 102, ja. Of 101, ja. Maar in ieder geval wel de 100 voorbij. Dus het zijn wel de Pieten zijn sterke mannen, dus wie weet. Nee, maar ik associeer het eigenlijk een beetje met, als jij eens in een moeilijke fase zat, ik weet niet of dat Hanny was, of dat Hanny van Leeuwen was, of iemand anders, je moet even met Piet bellen. Nou, het is zo van, mijn secretaresse, Sylvia van Eyck, die zei af en toe, als ze me eens even aankijkt, dacht, nou, dat heeft op dit moment een beetje zwaar. Ja. Dan zei ze, Rut, je hebt behoefte aan vitamine P. En bij mijn vitamine P gingen wij bellen met jongens, Piet Steenkamp. Vitamine Piet, vitamine P. Ja. Mooi, hè? Kun jij eens een moment noemen dat dat nodig was, die vitamine P? Zat je er doorheen of gebeurde er van alles? Dat je altijd wel eens in Ja, nee, in maar je vooral, werk. Vooral in jouw werk toen als partijvoorzitter. Nou ja, natuurlijk zijn er soms dingen die gebeuren waar je het inhoudelijk niet mee eens bent. Maar waar Piet Steenkamp en ik allebei wel mee te maken hadden, was natuurlijk, je bent voorzitter van een partij. Ja. Dat zijn heel veel mensen. Ja. En die zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Er zijn ook wel eens een paar die gewoon domme dingen doen. Ja. En vooral als mensen alleen maar blijven hangen bij hun eigen belang en niet verder kijken. Hè? Niet een bepaalde horizon, waar wil je naartoe? Ja. En dat je dan soms ook wat van jezelf moet inleveren. Dat is altijd zo. Maar dan kun je soms zo de balen hebben. En ik wist dat bij Piet Steenkamp ook zo was in de aanloop naar het CDA. Want toen waren mensen het soms ook echt helemaal niet met elkaar eens. Nee. Nou, en daar konden hij en ik ook heel goed over praten. En hij zei altijd wel van, hou vast aan je idealen, hè? Blijf bij wie je bent. Dat is ook een les die ik van hem heb geleerd. Wees vrolijk. Ja. Nou, dat vind ik ook gewoon belangrijk, hè? Dat je altijd ook de dingen die je doet kunt relativeren. Ja. En die mooie levenslessen, die heb ik wel van Piet Steenkamp gekregen. En jij hebt je wel aangepast trouwens met de schoenen, hè? Leuk, hè? Ja, mag toch, man. De kleuren wel bij elkaar. Die zijn echt mooi, ja. Die zijn niet van Miranda Nienhuis, hè? Nee. Van die kunstenaar. Nee, die wel. Ja, deze wel, ja. Dit is geen kunst. Ja, mooi meer. Hey, we hebben het nog helemaal niet gehad, omdat we er zo op ingegaan. Ja, op jouw nieuwe functie, hè? Ja. Uitgever van het Fries Dagblad. Wat is dat voor werk? Nou, het Fries Dagblad is één van de twee kranten in Friesland. Ja. En het is heel bijzonder dat er ergens nog twee verschillende kranten zijn. En dat is goed voor een provincie, hè? Dat er gewoon wat te kiezen valt. Dat er verschillende meningen komen, dat er journalisten op de tribune zitten of bij een vergadering komen of waar dan ook, die het nieuws opschrijven op een objectieve manier. Ja. En dan ook verschillende invalshoeken laten zien. Nou, het Fries Dagblad is één van de twee kranten in Friesland. Maar het is ook een krant die staat voor een bepaalde manier van journalistiek bedrijven.
En dat betekent dat kwaliteit, hoor en wederhoor, ja, aandacht voor mensen, betrokkenheid bij de samenleving, interesse in de democratie. En dat is iets wat ook mensen buiten Friesland misschien wel interesseert. Ja. Nou, en aan mij nu de taak om te kijken van wat van het Fries Dagblad is ook interessant voor mensen van buiten Friesland. Ja. Nou, en ja, dat mag ik nu gaan uitvinden. Ja, dat gaat jou lukken. Ja. Dat gaat jou lukken. Ja. Ik weet 100% zeker. Wij zijn aan het einde van de Herenstraat gekomen. Jan Visser was er gelukkig bij. Jacob de Vries heeft gefilmd. Dag mooi, Jacob. Mooi, mooi. Jij gaat straks terug naar Friesland, maar jij gaat eerst kiezen in de camera. Want het is lang geleden, beste mensen, dat het CDA een minister-president heeft gehad. Ruud Lubbers, herinner ik mij nog, en Jan-Peter Balkenende. Jij kiest uit Ruud of Jan-Peter? Jan-Peter, want die zie ik nu af en toe nog. Jan-Peter Balkenende, die kan op, die leeft nog. Ja, toch? Ja, nou ja, Ruud is dood. Ja, die is overleden. Dat is het verschil. Ja. Maar, maar jij kiest voor Jan-Peter. Niet omdat hij leeft. Omdat ik hem nu nog zie. Maar ja, ik heb precies met Ruud Lubbers ook echt leuke dingen gedaan. Oké. Dus, dankjewel, Ruud. Tot ziens, ik ben hartstikke blij dat je er was. Die kant uit beeld. Gaan we daar? Ik aan deze kant. Ja, ik heb te lang op gewacht, maar het is gelukt, jongens. In aflevering 594 was ze er. Ruud Pedoom. En ze is blij dat ze weer terug is in de stad.